Je bent inmiddels helemaal thuis in de basis van het pensioenstelsel. Nu gaan we een spade dieper. En dit is echt een doorbraak. Een van de grootste hervormingen van dit kabinet. Een van de redenen waarom D66 in dit kabinet zit, om dingen voor elkaar te krijgen. En daarom ben ik heel trots dat het Wouter Koolmees is gelukt om met de vakbonden, met de werkgevers en ook met oppositiepartijen, Partij van de Arbeid en GroenLinks, nu echt door samenwerking te komen tot een modern pensioenstelsel wat weer de komende tientallen jaren mee kan. Het huidige systeem heeft de doorsneepremiesystematiek. Dat is misschien leuk voor Scrabble, maar ik denk dat verder niemand begrijpt wat het is. Maar wat daar eigenlijk gebeurt, is dat we zeggen als je jong bent, gaat bijna de helft van je pensioenpremie, dat gaat naar oudere pensioenspaarders. Terwijl als jij alweer oud wordt, dan gaan jongeren jou weer subsidiëren. En dat was misschien leuk toen je hele leven bij een pensioenfonds bleef, maar dat knelt nu ontzettend. En het is ook nog eens een keer nadelig, omdat juist als je jong bent, als je dan je pensioenpot vult, kan dat geld natuurlijk veel langer renderen. Ja, we gaan eigenlijk zorgen dat er veel nauwere aansluiting is tussen hoeveel pensioenpremie je inlegt en hoeveel pensioen je daarvoor terugkrijgt. En dat is ook eerlijker, want met die oude doorsneepremie, dat was eigenlijk een subsidie van lage inkomens naar carrièremakers. Heel oneerlijk. En wat we nu gaan doen is dat het veel beter wordt wat jij inlegt, wordt voor een veel groter deel ook echt gereserveerd voor jouw pensioen. Dat maakt het voor jou veel inzichtelijker, dat je weet, wacht, zoveel heb ik opgebouwd, maar het maakt het ook veel eerlijker. En je zorgt ook nog dat de kans op een goed pensioen stijgt. Want omdat je als jongere meer inlegt, kan het ook langer renderen. Een van de nadelen van die doorsneepremie is dat als jij eerst tientallen jaren eigenlijk te veel premie betaalt en te weinig pensioen opbouwt. Maar je stopt op je 45ste als werknemer en je begint voor jezelf als zelfstandige. Ja, dan is er in die jaren daarna niet meer een oudere die jouw pensioenopbouw ondersteunt. En dan blijkt dat je misschien wel 40% van je premieinleg gewoon is verdampt. Heel veel zelfstandigen realiseren zich dit helemaal niet, maar het laat heel mooi zien dat nu de arbeidsmarkt verandert, dat het pensioensysteem wat we nu hadden echt niet meer aansluit bij deze tijd. En dit is niet de enige reden om ons pensioenstelsel te veranderen. Een andere reden is bijvoorbeeld dat dit hele systeem eigenlijk een hele dure vorm van schijnzekerheid geeft. Daarvoor moeten we heel veel geld opzij leggen in buffers. Buffers die er ook helemaal niet zijn. En wat het nieuwe systeem dan gaat doen, is gaat wat sneller omhoog als het beter gaat. Als de economie aantrekt, die pensioenfondsen gezonder worden, gaan we ook sneller de pensioenen verhogen. Maar de prijs daarbij, want niets is gratis in de pensioenen, is ook als het wat minder gaat, ja, dat je dan ook ietsje sneller naar beneden gaat. Maar doordat we niet meer een hele hoge prijs hoeven te betalen voor een soort dure schijnzekerheid, we gewoon veel eerlijker worden dat pensioen nou eenmaal risico's heeft, heeft dat het effect, dat is technisch, maar wel waar, dat de kans dat je pensioenen kunnen stijgen gemiddeld gewoon toenemen. Na bijna 10 jaar praten, dus een grote doorbraak. Modernere pensioenen, persoonlijker, met meer kans op een goed pensioen. Een pensioen wat goed is voor gepensioneerden, voor werkenden en voor jongeren.